Welkom op het bedrijf van de familie Braaksma. We hebben onlangs twee nieuwe stallen laten bouwen. De aanleiding daartoe dat was een triest verhaal. In 2009 die zijn twee van onze stallen afgebrand. In anderhalf uur tijd was alles weg. Vandaar dat we nu weer met opnieuw willen beginnen. Met nieuwe stallen. Alles omgebouwd naar Beter Leven en 1 Ster. Het is een echt familiebedrijf. Een andere zoon van ons heeft nog een andere locatie in Lutjegast. Want ja, er waren in één keer twee opvolgers en dan moet je wat bedenken. We waren in een gelukkige omstandigheid dat dat bedrijf te koop kwam. Nou, we hebben vooral zitten denken van ja, hoe gaan we nou weer bouwen? Gaan we traditioneel scharrel bouwen of gaan we naar 1 Ster? Hebben we zelf nog een beetje overwogen om naar 3 Ster scharrel te gaan. Maar ja, dan moet je zoveel kippen inleveren. Dat was niet interessant voor ons. Deze locatie hebben we straks weer 75.000 hennen. En dan komen we straks in de nieuwe stallen per stal 23.850 kippen in. Dus we hebben alweer eigenlijk de vergunning helemaal weer benut. Ik ben hier en, samen met mijn vrouw in 1985 komen wonen. Heb het bedrijf overgenomen van mijn vader. En toen zijn we eerst met 17.000 vleeskuikens van start gegaan en 7 hectare grond waar we groenten hebben geteeld. En langzaamaan kwam er meer zicht op dat er verplaatsing kwam van fosfaatrechten. En dat was in 1994 kon dat. En toen hebben we 2 stallen bijgebouwd. En toen zaten we op een gegeven moment op een totaal van 100.000 vleeskuikens. En in 2003 toen was ik wel helemaal klaar met die vleeskuikens. We zeiden, nou moet er wat gebeuren, of we stoppen of we schakelen om. En toen zijn we dus omgeschakeld naar scharrelkippen. De foliair is ingebouwd. Wat we hier zien, de wintergarten die hier gebouwd is. En we hebben dus meteen ook voor 50% wintergarten gekozen. 20% is de eisen, maar we zeiden ja, dat zal misschien in de toekomst toch richting 50% gaan. En als je dan bezig bent, ja, dan kun je misschien goedkoper in één keer dat maar wat groter maken. En ik hoop ook dat de kippen daar profijt van zullen krijgen. Mooi licht allemaal, licht doorlatend dak. Maar wij hebben dat gezien en we vonden dat, we zeiden dat passen we hier ook toe. Dat vonden we wel heel mooi gezicht. En ik hoop dat het straks de kip ook goed bevalt. We staan hier in een van de nieuwe stallen en daar compleet ingericht door BK Agri met een mooie foliaire van eigenlijk een beetje de opvolger van de farmer stal waar ik vroeger mee draaide en ook naar de volle tevredenheid. Ja, het is meer gemaakt voor de hen om door het systeem te komen dan ik. Ik heb niet zozeer naar mijn eigen gemak gekeken eigenlijk. Ik bedoel, die kip moet goed kunnen presteren, goed bij het voer en water kunnen komen. Dat is een van de belangrijkste dingen voor mij. De kip staat voorop. De familie Braaksma die heeft gekozen voor een Vike 5 Shorttime Foyer. Dat wil zeggen dat de onderste mesband is 2,61 en de bovenste mesband is 1,80. Het voordeel van dit systeem is dat de kippen binnendoor omhoog kunnen. Die kunnen bewegen in het systeem. Kippen kunnen met een trap naar boven. En we hebben opklapbare zitbuizen voor op de gangpaden. Het unieke van dit systeem is wel het uitdrijfsysteem en het nest. Vroeger waren alle uitdrijfnetten aangedreven door een buis boven in het systeem. Daardoor ontstond torsius en dan was het net eigenlijk een beetje flexibel. Dus de kippen die konden het open drukken en een beetje dicht drukken. Dit systeem wordt aangedreven met een tandheugel en een tandsysteem midden in de buis. En het is onmogelijk om het systeem open te drukken. Er is geen beweging in te krijgen. De nestmat is geperforeerd en eenvoudig eruit te halen. Waarbij ook is nagedacht om zoveel min mogelijk aanknopingspunten voor de bloedluizen te maken. Dus geen latten. Verder is in dit systeem, omdat het een 1 ster beter levenstal is, ovale zitstokken toegepast. Wij maken gebruik van een Impex drinksysteem met een grote lekschaal. Het voer dat wordt hier verstrekt door middel van voergoten. Met een gewoon traditionele sleepkering. We hebben niet voor een bridomat gekozen, want daar hebben we wel over gehad. Spiraalvijzel erin, maar dan ja, dat, als het kapot is, dan heb je ook meteen een dik probleem. We hebben gekozen voor kleine hoppetjes om ontmenging te voorkomen. Dus een grote vijzel, een aanvoerpijp is gewenst en een klein hoppetje voor zo min mogelijk ontmenging. Er is ook gekozen voor een geweven eierband. Wij hebben twee soorten eierband, een geweven polypropyleen eierband of een geperforeerde PP-band. Deze eierband kunnen we ook door middel van een stofzuiger afzuigen. Die zit achter in de stal. Zodra de eierband loopt, wordt de band automatisch afgezogen. En dat lukt dan weer niet met een PP geperforeerde eierband, want die wordt statisch. Bovenop de elevator zie je een Farmtech spijlenbaan.
Dit is een hele lange band die voor twee stallen tegelijk eieren uithaalt. Met een tussenaandrijving erbij. Mesbanden worden aangedreven door een sterke, dikke drukrolas. En in het midden van de drukrolas zit ook nog een aandrukker dat de as niet hol of bol kan gaan staan. Dat is zeker van belang voor deze onderste band, want die is 2,60 meter lang. Dus als die bol gaat staan, wordt die minder aangedrukt en waardoor de banden zouden kunnen gaan slippen. En dat is nu onmogelijk. Bij dit Fike 5 systeem, dat wil zeggen een breed foyer systeem onder, het van 260, maken we gebruik van twee ledbuizen onder het systeem. En onder het nest maken we gebruik van één lijn 48 volt verlichting. Dus de voeding hoeft alleen maar aan de voorkant. Dus vroeger hadden we 24 volt en dan moest de voeding in de midden. Want anders had je bijvoorbeeld als je het 24 volt aan de voorkant gaat voeden, heb je achter geen licht. Wij hebben gekozen voor sandwichpanelen, 8 centimeter dik. En in het dak hebben we glaswol met aluminium plafond. Dat is onbrandbaar, dat is eigenlijk ook een eis van de verzekering. Die zag het liefst dat we gewoon glaswol in het dak deden. Want dat hebben we ook de vorige met de brand wel geleerd. Dat de isolatie die daarin zat, dat vliegend vlug de hele stal in de hand zet. Dus daar hebben we ook bewust voor gekozen om daar glaswol in te zetten. En ook de technische ruimte is helemaal brandwerend gemaakt. Wat wij hier bij Braaksma hebben voorzien in opdracht van bouwbedrijf Visser is dat wij de dak- en wandbeplating hier hebben gedaan. Waar we hier eigenlijk nu al bij staan, de binnenwand, de sandwichbeplating. De inlaatvoorzieningen die zijn al direct afgewerkt met aluminium U-profielen en de sparingen zijn daar al in uitgezaagd. Waardoor het voor de installateur gemakkelijk was om de inlaatventielen te plaatsen, waardoor ook gelijk voor de brandveiligheid de binnenzijde, de peerzijde zeg maar, is afgewerkt. Daarbij hebben we ook gelijk de uitloopopeningen in de sandwich panelen gemaakt. Voor de toegang voor de leghennen naar de winterkade toe, die zijn ook gemaakt van sandwich, hetzelfde materiaal als van de sandwichwand. En daarbij ook een aluminium U-profiel, dus een eigen ontworpen U-profiel met inwendig een koker, waardoor over de lengte van het uitloopluik deze ook zeer versterkt is. Daarbij kunnen we het rubber, het afsluitingsprofiel, ook in deze U-profiel verwerken. Uitloopluiken worden met behulp van een aandrijfbuis opgeliet met RVS staalkabelen. Deze zitten bevestigd aan de stelmogelijkheden. Deze stelmogelijkheden zijn zeer gemakkelijk om het uitloopluik af te dichten naar de zijwand toe. Wat garandeert eigenlijk voor een goede, bijna 100% luchtdichte afsluiting. Het zonnetje schijnt mooi, dus we kunnen ook het effect zien van de lichtdoorlatende platen. Dit noemen we ook wel heatcut. Heatcut is een lichtdoorlatende plaat wat ook tegelijk geïsoleerd is. Dit is ook een regel van de criteria's van het Beter Leven concept. De buitenwandframes zijn een aluminium eigen profiel. Die zorgen voor een sterke constructie over de breedte van een spanvak. Hierin is de lichtplaat gerealiseerd waardoor de hennen naar buiten kunnen kijken. Ook weer een eis van het criteria. Nou, dan hebben we hier de binnenzijde van de stal. U kunt gelijk zien als een zeer opmerkelijk punt dat de binnenzijde van de sandwichpanelen een andere kleur hebben. Het witte is er als het ware vanaf. Dit zorgt ervoor dat het licht niet weerkaatst tegen de wand aan. Dat is zeer belangrijk in de eerste aantal weken voor de leghennen, als ze moeten leren vanaf de grond naar de volière te springen, dat er weinig licht aan de zijkant is, want een leghen trekt naar het licht toe. Er is hier gekozen voor een aluminium plafond met daarachter een glaswoldeken voor de isolatiewaarde en daarbovenop vezelcement golfplaten. De combinatie van het aluminium plafond met het glaswoldeken en de golfplaten zorgt gelijk automatisch voor brandklasse A. Dat verhoogt dus de brandpreventie in de stal, maar zorgt ook uiteindelijk voor een strak geheel. Daarbij, door de golfjes van het profiel, of in dit geval de trapeziumprofilering, zorgt voor de luchtstroming dat deze goed zich verdeelt naar het midden van de stal en daarbij weer een optimaal klimaat creëert voor de leghennen. Nou, we zien hier ook het daglicht wat we door middel van verduisterbare dakvensters hier de stal inbrengen. Dat is ook weer een eis voor de criteria Beter Leven, dat de leghennen 3% natuurlijk daglicht moeten hebben. Dit is eigenlijk een geïsoleerde bak, waardoor ook weer die RC-waarde van je hele gebouw weer terughaalt. Nou, deze zijn evenredig over de lengte verdeeld. Van tevoren maken wij een lichtplan als het ware. We maken een doorsnede van de stal en tekenen daarin de rijen van de daglichtvensters in om zo een optimaal lichtbeeld in je volière te krijgen. Samen met vader hebben we alles uitgezocht wat het beste was, welke opties wel of niet zouden doen. De besluiten die we hebben genomen lagen op zich wel
samen met mijn vader lagen we op één lijn. Omdat het toch, ja, we hadden al ervaring met andere stalen. En voor de toekomst, ja, dat was dit wel de beste optie qua markt en ontwikkeling. Wij hebben klimaatcomputers van Otraco. En de ventilatoren die zijn ook door Freelem geleverd. Dat zijn Duitse ventilatoren. En die draaien gewoon in twee groepen op frequentieregelaars. En daar hebben we de warmtewisselaar eigenlijk min of meer als mestdroging, als minimumventilatie ingepast. Want dit is eigenlijk de eerste keer dat ze in een leghinnenstal de warmtewisselaar binnenhangen. Dus dat was voor beide een beetje spannend van hoe komt dat allemaal. Maar dat is, het heeft goed uitgepakt. Een van die warmtewisselaars ziet u hier achter mij. Samen met een stukje van de mestbaanbeluchting. Ja, wij hebben hier twee inpandige wisselaars geleverd. Beide van 12.000 kub per uur. Dat komt neer op 0,5 kub per hen. Dat is eigenlijk de bevordering van 13% fijnstofreductie. De warmtewisselaars zijn voorzien van een filterunit. Dit is een trommelfilter die op de klok vanuit de stalcomputer eigenlijk aangestuurd wordt. Dit zorgt eigenlijk voor dat het warmtewisselaarpakket een stuk schoner blijft. En dat er eigenlijk één keer per ronde dat het dan voldoende is om dan eventjes te spoelen. Nou, de warmtewisselaar die is natuurlijk heel belangrijk voor de minimumventilatie in de stal. Je wil uiteindelijk wel verversing hebben. Alleen met steeds grotere open stallen, zoals hier ook met de wintergarden eraan, wil je eigenlijk gewoon wel iets warmere temperatuur naar binnen trekken als het buiten wat kouder is. De warmtewisselaar die warmt deze buitenlucht op door middel van de warmte uit de stal. Die warmte uit de stal die gaat vervolgens door het filterunit heen, daarna door het pakket. En zo warmt de verse buitenlucht op. De buitenlucht gaat vervolgens door de spiro heen en die komt dan in de mestbaanbeluchting het systeem in. En zo wordt het eigenlijk de hele stal door verspreid. Dus je hebt verversing en je hebt in verhouding warme lucht die je stal in. Dus we hebben iets grotere afstanden van de kunststofslangen en in verhouding iets grotere slangen. Dus we hebben wat lagere snelheden in de kast. En daarom hebben we iets meer volume nodig. Maar dit geeft wel een hoger rendement. Dus zodat het buiten zeg maar 0 graden is, kunnen wij nog steeds 18, 19 graden inblazen. Ja, de wisselaar van ons die hebben we op overdruk staan. Dit is wel een voordeel dat je eventuele ziektes of andere dingen wat je via de afzuig naar langs de verse lucht op zou trekken. In ieder geval niet in het verse luchtsysteem krijgt. We hebben hier alle deuren aangeleverd. Diverse deuren, luchtdichte deuren, gekoten deuren. Onze deuren onderscheiden zich door het RVS hang- en sluitwerk en de luchtdichte afsluiting. Dus eigenlijk de luchtdichtheid is in dit geval, in deze stal, is wel heel belangrijk. Nou, we staan hier bij de buitendeur. De buitendeur is volledig gekoot. Het aluminium heeft een kleur gekregen. We zullen ze straks ook zien waar het niet gekoot is. Om de deur te zien. Rondom afdichting die de afsluiting doet. Een dorpel aan de onderzijde die dan verzorgt dat ook het water niet naar binnen slaat. Knopcilinder die ervoor zorgt dat je ten alle tijde naar buiten kunt zonder dat er een sleutel aanwezig is. Aan de binnenzijde hebben we nog een rubber afdichting gemaakt. Die zit in het profiel verwerkt zodat de kier tussen betonrand en aluminiumkozijn heel volledig afgedicht wordt. Dan hebben we hier de deur die gemaakt is tussen stal en wintergarden. Deze deur is erin gezet voor de boer zodat hij zijn rondes makkelijk kan lopen door de stal. Voor en een, achterin nog eentje. Deze deur typeert zich ook weer door de luchtdichtheid. U kunt het als hij dicht zit, is er geen daglicht zichtbaar. Volledig afgesloten, rondom aan de onderzijde nog een tochtstrip gemaakt, speciaal om de laatste kier nog af te sluiten. De deur waar de wintergarden door benaderd kan worden voor de boer. Een actieve deur, de deur met het klinkstel. De andere deuren voorzien van een inwendige pinverrending, zodat er niets op de deur is. Dat is alleen een klik om de tweede deur open te maken. Nou, we zijn nu in de technische ruimte. Hier hangt alle apparatuur. Een eis van zo'n technische ruimte is dat die brandwerend is. Waardoor ook een brandwerende wand erin gezet is. En dus ook onze brandwerende deur, 60 minuten brandwerend, er in de wand geplaatst is. Het leerzame is de machine dat wij de stalen nu niet meer aan elkaar hebben gebouwd. We hadden alles aan elkaar staan. En ik heb dus wel duidelijk gezien tijdens die brand, dat was maar een anderhalf uur, dat die gewoon van de ene stal voorlangs door het hokje naar de andere stal is gegaan. Dus we hebben bewust voor gekozen om die stallen niet meteen elkaar aan te bouwen. En verder hebben we branddetectie erin, maar daar zal de zoon meer over vertellen, want die weet precies hoe dat allemaal werkt. Deze stal is uitgerust met een branddetectieinstallatie.
Dit ook omdat de verzekering dat eiste. Er moest een bepaald type installatie in. We hebben verschillende opties overwogen, maar dan leek ons dit de beste en dat qua kosten het aantrekkelijkst. Dit systeem werkt als volgt met een buis over het plafond. Daar zitten allemaal kleine gaatjes in. Voor zitten grote gaatjes en achter zitten kleine gaatjes, omdat die voldoende lucht aanzuigt. En achter, aan het einde van de buis, installatie die de lucht detecteert. En als er nou rook in die lucht zit, dan gaat er een brandalarm af. En die komt dan op deze kast binnen. De lucht wordt nog gefilterd, omdat er nog in de kippenstaal zit er wel redelijk veel stof. En dan zit er een cycloonfilter voor, die filtert het stof. Dit is de technische ruimte. De technische ruimte is helemaal uitgevoerd met brandwerende deuren, steenwolpanelen, helemaal rondom. En deze wand die is nog bekleed met Promatect, om ervoor te zorgen dat de brand van de technische ruimte niet over kan slaan naar de stal waar de kippen zitten. Gekozen voor een open kabelgoot waar geen muizen en ratten kunnen nesten. Om weer nieuwe stallen te bouwen kom je weer in een vergunningentraject. En bij de gemeente was dat eigenlijk geen probleem. Alleen ja, je moet wel een heel traject door. En we wouden eerst een heel nieuw bestemmingsplan aanvragen, maar daar ging de milieudienst weer niet mee akkoord. Er moest nog een merrapportage gemaakt worden. Nou, we zeiden, daar stoppen we maar mee. Dus we hebben nu op een andere manier toch de vergunning rondgekregen met afwijking van het bestemmingsplan. Om het toch maar zo snel mogelijk te laten verlopen. En toen zijn we uiteindelijk in ongeveer oktober begonnen met de funderingen. Week 50 vorig jaar zijn de spanten opgezet en eigenlijk in januari, begin januari, is de bouw van de stallen echt begonnen. En dat is eigenlijk wel voorspoedig verlopen. Alleen toen we de betonvloeren wouden storten, ja, toen kwam er net de winter natuurlijk. Dus dat heeft even anderhalf week vertraging opgelopen, maar allemaal is alles mooi op tijd klaar. Dit was wel een bijzonder geval in verband met dat Braaksma dus die brand van die bestaande stallen heeft gehad. En ja, wij hadden de vorige stallen ook gebouwd. En Braaksma die moest de milieuvergunning opnieuw doen, dus die heeft anderhalf jaar lopen wachten voordat het allemaal rond was. Ja, toen moest het project in een korte tijd gebouwd worden. En we hadden wel een redelijke voorperiode dat we alles goed konden organiseren. En daar is het eigenlijk een hele snelle bouwtijd door ontstaan. En op een gegeven moment werden de kippen besteld en dan moet het hok klaar zijn. En dat is allemaal gelukt. We hebben dus met Beek samengewerkt en dat is op zich heel goed bevallen. Zij zijn ook met de Wintergarden hebben zij goede systemen in. En dat is goed op elkaar afgesteld en daardoor krijg je gewoon een goed eindproduct. We zijn dus sterk in de bouw van de funderingwerken, betonwerken, staalwerken, dak. En dat is eigenlijk het casco-ombouw, dat is eigenlijk onze specialiteit van het bouwen van deze stallen geweest. En we hebben in samenwerking met Beek hebben we dit gerealiseerd. Het is mooi op tijd klaargekomen en daar ben ik wel tevreden over. Van de week worden de stallen nog eens met en dan kunnen we weer los. Er komen LSL Lightkippen in en die komen bij Traheert vandaan. Het is eigenlijk de bedoeling dat deze kippen lichtere eitjes en wat meer eitjes leggen. Dan wat we ze per stuk verkocht hebben is kilo's minder interessant dan aantallen. Dus ik hoop dat goed uitpakt. De eieren die gaan naar Van Beek en Weel. Bij Traheert hebben we de keuze uit twee witte rassen. De LSL Light en de LSL Classic. Het verschil zit hem in het eigewicht. Dries produceert voor het Beter Leven concept met 1 ster. Daarvoor heeft hij de LSL Light gekozen. Dit is een perfecte hen die past bij dat concept. Dries die levert aan de stuksmarkt. Voor alle eieren vanaf 53 gram krijgt de familie Braaksma zijn Beter Leven toeslag. Nou, de LSL is een uitstekend ras voor zowel de legklant als de eierhandel. Dit is het witte ras met de meeste eerste soort eieren. Weinig eieren onder de 53 gram, veel M en L eieren en heel weinig tweede soort. Daarmee kunnen ze heel goed aan de vraag vanuit de retail voldoen. Dit is de LSL Light. Deze mevrouw is 29 weken. Zit hier nu 12 weken in de stal. Productie is op dit moment 97%. Doen het eigenlijk heel mooi. Op zo'n dag van overplaatsing verandert het natuurlijk veel voor zo'n hen. Om de kip zich snel thuis te laten voelen in een nieuwe omgeving stemmen wij de lichturen. Lichtafbouw en meten wij de lichtintensiteit in de stal. Om dat goed aan te laten sluiten op de opfok.
Ook kan de pluimveehouder 17 weken lang het koppel volgen in Poultryplan. Daar wordt wekelijks de voeropname, wateropname, uitval en lichaamsgewicht door de opfokker ingevuld. Belangrijke aandachtspunten voor licht in de nieuwe stal is de homogene lichtverdeling. Ja, dat spreekt voor zich. Twee, de flikkering. Eigenlijk vermijd flikkeringen. Flikkering wordt als onprettig ervaren en daardoor kan stress ontstaan. Gebruik dimbare lichtbronnen, zodat je onder alle omstandigheden naar het gewenste lichtintensiteit kunt schakelen. En het is ook goed voor de overgang van de opfok naar de legstal. Ook is het belangrijk om voldoende rood in je spectrum te hebben. Rood stimuleert vanaf 19 weken de productie en zorgt voor een langere legpiek. Ja, hier zien we het blauwe licht. Het blauwe licht dat is, zit er iets in, maar niet te veel. En het rode licht zit er genoeg in. Dus eigenlijk is dit een prima spectrum. Nou, dit zijn de eieren van de hennen, die zitten in stal 3. Deze hennen zijn 29 weken. Het zijn prachtige eieren, je kijkt er mooi strak overheen. En ze zijn hagelwit, dat willen we eigenlijk zien. Zoals hier de familie Braaksma heeft de stallen gebouwd voor beter leven 1 ster. Dat betekent scharrel met winterkadem. En deze prachtige eieren, die sorteren wij voor de familie Braaksma. We halen gemiddeld 2 keer per week de eieren op. Dan gaan ze naar Wiel toe en dan worden ze gesorteerd. Die worden bekeken op vuiligheid, op breuk, haarscheur en openscheur. Openscheuren, echt stuk eieren. En die andere die sorteren wij op gewicht. En wij verkopen alle supermarkten in Nederland en een flink deel in Duitsland eieren. En wij doen ze in een doosje op basis van gewicht, op basis van bestellingen van die supermarkt. Dat betekent dat wij een hele regelmatige aanvoer hebben van miljoenen eieren in de week. En die gaan het doosje in. Als ze niet het doosje in gaan omdat ze niet goed qua kwaliteit zijn of te oud, de kippen te oud, waardoor het ei gewoon echt eerder stuk gaat, dus broos wordt, gaan ze bij ons naar Raalte toe. Daar hebben wij de verwerking, noemen wij dat staan, de brekerij. En daar worden de eieren stuk geslagen en er worden allerlei producten van gemaakt. Een goed ei is, als hij aan de specificatie voldoet, ogenschijnlijk schoon, zonder breuk en op gewicht. Te kleine eitjes kun je natuurlijk niks aan doen. Je hebt af en toe te kleine eitjes, die sorteren wij er ook weer uit. Maar wij moeten in de L- en de M-klasse eitjes hebben. Ik moet zeggen dat de Braaksma is een echt secure pluimveehouder. Die levert ook hele goede eieren. Je kunt met voer ook de kwaliteit van de eieren wat beïnvloeden. Maar Braaksma is er erg kind op dat hij gewoon een prachtig product aan ons levert. En daar zijn we erg blij mee. En als ik de stallen zie, dan heb ik alle vertrouwen in dat die stallen dat ook weer gaan doen. Dus op naar de toekomst, naar de veel mooie witte en misschien ook wel bruine scharreleieren. Wij voeren hier straks eerst gewoon opvakvoer. En dan gaan we over op het legstaat van ABZ en dan de light versie van de 170. Daar moeten ze het mee kunnen doen. Daar zit iets minder eiwit in, want die kippen hoeven geen dikke eieren te maken, maar ze moeten veel eieren maken. Dus ze zitten iets rustiger in het eiwit. ABZ diervoeding stelt eigenlijk het dier centraal. En wat bedoelen we daarmee? We willen eigenlijk graag voer maken vanuit de behoeften van het dier. En vanuit het dier, in dit geval dus vanuit de leghennen, zorgen dat je een zo goed mogelijk voer aanbiedt wat past bij het houderijsysteem, maar ook bij de behoeften, bij de vraag naar wat voor soort eieren er geproduceerd worden. Nou, hoe pakken we dat aan? Eerst kijk je van, joh, wat is het houderijsysteem? Nou, in dit geval heeft de familie Braaksma gekozen voor een foyère systeem. En daarbij worden hennen gehouden volgens het beter leven 1 ster principe. Nou, wat houdt dat precies in, dat beter leven 1 ster principe? Daar wordt eigenlijk gevraagd om zo snel mogelijk eieren naar 53 gram te brengen, naar het eigewicht van 53 gram. En vervolgens is het uiteraard wel belangrijk dat eieren door blijven groeien in gewicht, maar het is geen doel op zich. Eigenlijk het aantal stuks is het doel. En zeg maar dat er een bepaald eigewicht bij hoort, dat is belangrijk, maar niet het belangrijkste doel. Nou, wat is dan de beste opstartstrategie? Allereerst als de hennen hier op het bedrijf komen, kiezen we voor een pre-legvoer, overgangsvoer of opfok 3. Daarmee vangen we eigenlijk de hennen op en zorgen we dat de hennen zo goed mogelijk met voeropname, wateropname en dat soort dingen echt aan de gang komen. Dat doen we tot ongeveer 5-10% productie. En vervolgens adviseren we om dan door te gaan naar een startvoer. Nou, dat startvoer dat doen we bewust om dan wat meer calcium te verstrekken. De eiproductie gaat toenemen en daardoor wordt er eigenlijk vanaf de hennen, van de hennen ook meer calcium gevraagd. En gaan we de calciumbehoefte ook omhoog brengen
Vervolgens wordt na de pre-leg of op fok 3 wordt doorgeschakeld naar startvoer. Startvoer is eigenlijk het voeren waarmee je de hennen het beste zeg maar, in de opstart kan voorzien. Daarbij kijken we met name naar eiwitverteerbaarheid. Dat heeft alles te maken met de grondstoffen die je daarvoor kiest. En die grondstoffen die kiezen we juist met de beste eiwitverteerbaarheid. Waarom doen we dat? Door juist goed naar die eiwitverteerbaarheid te kijken, zorg je dat het onverteerbaar ruw eiwit zo min mogelijk aanwezig is. En juist op onverteerbaar ruw eiwit kan een Clostridium en andere darmbacteriën kunnen daar goed op gedijen. En daarom zorgen we juist dat zo min mogelijk in de optimalisatie zit, om juist die hennen zo goed mogelijk aan de gang te krijgen, zodat ze een goede opstart krijgen. Ook maken we keuze op basis van energie. Energie kun je eigenlijk uit twee bronnen halen. Dat kan zowel aan de zetmeelkant als aan de vetkant. Eigenlijk energie uit vet is het meest efficiënt voor een leghen. Dus je wil eigenlijk dat daar je meeste of je grootste gedeelte van je energie vandaan komt. Door voldoende vet en dus linolzuur, dat is een onderdeel van vet, in voer te stoppen. Krijg je zo snel mogelijk die eieren op die 53 gram. En dat vinden we een belangrijk punt. Om te zorgen dat zo snel mogelijk die beter leven eieren geleverd kunnen worden. De volgende stap is, welke lijn ga je dan inzetten? ABZ heeft een paar jaar geleden een introductie gemaakt met de zogenaamde lightlijnen. Wat bedoelen we daarmee? Met die lightlijnen hebben we eigenlijk de scherpe kanten om eigenwicht te maken uit het voer gehaald. Dus we hebben wat minder ruw eiwit toegevoegd. We hebben ook het aminozurenpatroon wat verlaagd. Maar wel op basis van voldoende energie, zodat je nog steeds een scherpe voeropname hebt. Maar eigenlijk die scherpe kanten om dat eigenwicht te stimuleren, die hebben we uit dat voer gehaald. Dat heeft twee voordelen. A, helpt dat op de voerprijs. Want eiwit op dit moment is duur. Dus op een gegeven moment, als je het er niet in hoeft te stoppen, scheelt dat geld. En B, als je zeg maar die kip vanuit voeding niet stimuleert om eigenwicht te maken, hoeft die kip daar ook geen tijd en energie in te steken. En kun je meer focussen op het maximaal aantal stuks eieren. Wanneer op een gegeven moment gekozen is voor een bepaalde lijn, wordt er ook gekeken naar een vierfase programma. Wat bedoelen we daarmee? Naarmate een kip ouder wordt, wil je graag meeschakelen met calcium- en fosforbehoeften. Dus eigenlijk wanneer de hen ouder wordt, wil je graag meer calcium geven en minder fosfor. Hoe doen we dat? Eigenlijk doen we dat al vanaf dag 1 dat de hennen hier in de stal komen. We vangen ze op met een laag calciumniveau. Dan gaan we naar het startvoer. Daar gaan we al een beetje meer calcium aan toevoegen. En vervolgens zorgen we eigenlijk dat elke 20 weken, dus vanaf 40 weken, 60 weken en 80 weken, we het calciumniveau omhoog brengen. En het fosfor laten we daarmee naar rato, zeg maar, die toevoeging is, laten we dat zakken. En daarmee zorgen we eigenlijk dat we vanaf dag 1 dat de hennen hier in de stal komen, meeschakelen met eikwaliteit. Zodat er ook aan het einde van de ronde nog steeds goede eieren uit van de band rollen met een goede eikwaliteit. Naast het kiezen van de voerlijn hebben wij als ABZ legpluimveeteam een 30 weken check bedacht. Wat wil die 30 weken check precies zeggen? Wij vinden het eigenlijk belangrijk dat op een koppel die 30 weken is, dat daar een soort evaluatiemoment plaatsvindt. Waarom vinden we dat belangrijk? Om te kijken of je samen dingen gemist hebt of dingen die beter kunnen. Dus eigenlijk gewoon eens even kijken samen aan de keukentafel. Hoe is die opstart nou geweest? Wat kan er beter? Wat ging er goed? En hoe kun je daar samen wat van leren? En dat vinden wij belangrijk om stabiele, succesvolle koppels leghennen met elkaar in de markt te zetten. En dat loont. Wij hebben hier het voersysteem geleverd. De opslag met de silo's buiten. Braaksma heeft ons gevraagd om hier het siloverhaal zo in te delen dat hij met twee silo's van ieders 20 ton per stal zijn voeropslag voldoende capaciteit heeft om de stallen te voorzien van voer. Het voer wordt met twee starre vijzels in duwuitvoering in de wegen getransporteerd, afgewogen met een spiraalvijzel, een flexibele vijzel, naar de foyerre toe getransporteerd. Wij hebben ervoor gezorgd dat er snel voer op de foyerre komt om verdringing van de kippen te voorkomen tijdens het voeren.
Hier is gekozen voor twee aparte silo's. En als de ene silo leeg is, helemaal leeg, dan schakelt hij automatisch over naar de volgende silo. Zo heb je iedere keer dat de silo goed leeg wordt gevoerd en voorkom je ook dat er meer ontmenging ontstaat. In principe is alles zo uitgevoerd dat er geen restvoer en oudvoer in de systemen blijft staan. Het systeem is in principe onderhoudsvrij. Je hoeft eigenlijk niks te smeren. Er zijn onderhoudsvrije lagers gemonteerd. Standaard hebben wij op onze silo's een manluik, zodat je van boven altijd kunt inspecteren. Ook passen wij wel eens meng- en maalsystemen toe in de pluimveehouderij. Dit wordt ook vaak gebruikt bij enkelvoudige producten om deze zelf te gaan mengen en malen en de juiste dosering daarop toe te passen. Ik vind dat er een prachtig bedrijf is neergezet. De familie heeft natuurlijk tegenslag gehad door brand- en vogelgriep. Maar ik vind het erg knap hoe ze zich met elkaar als familie de schouders eronder hebben gezet. En dat ze hier toch weer een draai hebben aan weten te geven en hier een prachtig bedrijf hebben neergezet. Nou, wij hopen dat we nou weer een mooie tijd vooruit kunnen zonder dat veel te veel tegenslagen. En de toekomst die zie ik wel rooskleurig tegemoet. En we zijn wel van plan een beetje rustiger aan te gaan doen zo langzamerhand. En dat de jeugd het maar over moet nemen. Ik vind het een hele mooie stal geworden. Dus goed voor elkaar. Alles is gewoon goed in elkaar gezet. Er zijn weinig moeilijkheden zitten erin. En met een beter leven 1 ster, met een uitloop 50%. Dat is hier gewoon goed voor de toekomst.